Ik was aan het denken, ja, maar Nick is dan niet. Die heeft een grijze auto en de schrik is ook niet. Maar ik had gewoon niet op de stek gedroomd. Staat, ja. We staan hier over de door psychologen bij het bekend ziekenhuis in de regio.
with the marathon van Milaan in Drank City in 3:31 afgelopen jaar. Maar de drie overwinningen van dit jaar die al twee toer om enorm onder meer en een wegmaal en een veel wat op de ene plaats heeft gedaan aan het moment op de derde plaats in Kleiner van Damme. Sven Janssens, de man die zelfs op de website van de Vlaamse Atletiekliga sommige van zijn foto's gepubliceerd krijgt. Sven Janssens kan weer aan een heel hond punten crossen van de crossbow van de meer. Risico's. René van der Wouwak zagen we daar ook. Eddie Kroner. Rudy Korthout zagen we hier met het rode petje. Scheerder van Sport. De man en Groen. Zeer actief hier in Sport. De Jan van de Gaar in een shirt van Kappertrix. Chef Roopmaart. We zien daar Hugo Velvers, ook een lokale man in de Marseille. Deze afwijking zoals deze. Van Roelen, Gaston van Roelen, de kleuren van Otto de Marseille. Van Gaston Mollens, zeer bedrijvige club. In de busleven. Philippe Le Mans. De opdracht in het Vandenroma. De Marseille-kleuren. De eerste maal. Voor de tweede maal de kromme hebben. En dan gaan we hier die laatste rechterlijn vrijhouden. Aan de 10 kilometer zal onder meer ook Bart Wiegers deelnemen. Komt voor op menig palmares van de organisatie hier in de streek. Joort van den Hout, secretaris van de Beta-kern van Europa. En hier Mario Lauwers van de Welke is het eerste? En de fiets is aan de trui. Naar de handels. Ah ja, ja, daar zit ik hem. Ja. En houden de laatste rechte lijn vrij. En we begroeten Kevin de Kerkel. Als mooie winnaar, Wesley Kertel,
Pesawat op zout, ja. Kom aan, Elias, goed hè, mooi. Ik vind deze toch wel op zout. Hier is een tweede. Opgepast, opgepast. De winnaar van deze 5 kilometer kan een mooie palmares voorleggen. Wacht. Vlaams Brabant, korte cross. De winnaar van de straatloop over 12 kilometer en won hier 5 kilometer. De plaats loopt nog op riep. Tegen 45 kilometer per uur. Prestaties om u tegen te zeggen. Wannes Berduin zagen we daar, Christophe van de Kruis, Gede de Kok, Geert van de Kruis, Peter de Rover, en de van de Zanten, Veerle van Damme. Pakt de 86e plaats en wordt dame nummer 1. Na haar overwinningen in Dorp en Wijgmaal wint zij hier bij de dames op de 5 kilometer gemengde wedstrijd. Na haar aankomst in Central Park in New York, waar ze 34 zetten voor de psychologe de marathon dus van New York in Trump City. Een zeer zware marathon over de 4 New Yorkse bruggen. En dan aan nummer 110 en dat is Mark Wino. Tom van den Heuvel zien we daar, Bert Klaas onder de 11, Tom Sommers onder de 12. Dus mooie winnaar van deze 5 kilometer. De trainingtour van Wesley. De titelvoerende kampioen van Vlaams Brabant. Korte cross wint hier de 5 kilometer van de Ramselse Routeloop. Na zijn overwinning in de Aarschotse Straatloop over 12 kilometer kan dat tellen. Hij is ook kampioen van Vlaams Brabant, 1500 meter indoor. Mooie winnaar bij de heren, bij de dames, Veerle van Damme. Veerle van Damme, de psychologe, aangesloten bij Loba. Dag Roger. Ah, is het? Allee, maar niks uit te benoemen. We blikken ook terug op een mooie prestatie van Bart van de Post, die al een reeks overwinningen op zijn naam schreef dit seizoen, ook trouwens verleden seizoen. Hier de tweede plaats en hoed af voor Jarne Verhagen, de triathlonatleet. Derde werd de man uit Scherpenheuvel, tweede op de Mastriathlon in Aarschot en tweede in Senef onlangs nog na de Belgische kampioen. Veerle van Damme won bij de dames. Dat vorm en Wijgmaal
Maxi hier haar derde overwinning van het seizoen. Na meerdere derde plaatsen. Ze lijkt wel een abonnement te hebben op die derde plaats. En vandaag vindt zij hier die 5 kilometer. De gemengde 5 kilometer. De Ramselse route. Kom maar. Bart van den Bos in de kleuren van de Marseille is dus elk jaar goed voor talrijke overwinningen, zowel op de kortere als de langere afstand. In 2016 behaalde hij 23 zegens. Goed, 23 overwinningen verleden jaar voor Bart van den Bos. In 2017 won hij reeds in Dist, 5 kilometer, de Appelbloesem Jogging. Ja, mannen! Oh, je excuseert. De meest overloop, 5 kilometer, won in Hallaar de 5 kilometer, won de Borstonkloof over 4,3 en won in Blauwberg 5 kilometer. Dit alleen maar de prestaties van de tweede in deze wedstrijd, Bart van den Bos na Kevin de Kerpel. Derde dus, Jarne van Hagen. Mooie wedstrijd, weer na zijn wedstrijd in Aarschot, waar hij met de grote meeging tot op het einde en de vijfde plaats pakte. Aankomststok van Roger Willems na een verdienstelijke wedstrijd. Jort van den Hout ook, de secretaris van Beta. Je hebt kunnen volgen. Zie je? Lekker goed, hè? Dit zijn Turkse mannen. Zeker dan. Ik spreek geen hoofdrol zeker. Ja, nee, toch niet. Nee. Dat is bijna de man van die geven. Dus, dat gaat ons zeker niet hebben. Nee. Ja, want die vroeg. Oh. Die deed klokken op de spaar. Hier en daar? Ja. 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 Die is nog maar pas vrijdag, want die moet niet op. En de grote Kevin de Kerpel.
Mooie winnaar, beste broer. Wesley, hij was verleden jaar tweede in het kampioenschap Vlaams-Brabant, de korte cross. Hij is Vlaams-Brabants kampioen op de 404. Hij is titelvoerend kampioen Vlaams-Brabant 12 kilometer. Dus de winnaar van deze 30 kilometer kan een mooi palmarès voorleggen, onder meer kampioen van Vlaams-Brabant kort. Bart van den Bos, tweede, aan een mooi seizoen bezig. In een tijd van 16.05, gemiddeld 64 kilometer per uur. De winnaar van de 19,46. Jarne van Hagen, triathlonman, pakt de derde podiumplaats en mag terugblikken op een prachtwedstrijd. Die man is in vorm. Niet enkel in de triathlon, in de Aarschotse Plas triathlon, werd hij tweede ook in Senef. Haalde hij een mooie tweede plaats na Van Vlet, een naam als u het mij vraagt. Vierde werd Wesley van de Gaar, vijfde Mieke Nijs, zesde Nick Renders, zevende Gilles Poffet van de Erik Club Leuven, achtste Bert van de Velde, de man van Master en Rilla, negende Ben de Vocht, tiende Jan Vos, elfde Marcel Schaatsen. 12e Wim de Vries van Brussel, dan Dirk van Aals, de 50e, 13e, die aan het mooiste doen bezig is, daar is ook al in Blauwwerk, een mooie ding plaats halen. Hier wordt hij 13e, na diverse mooie ereplaatsen in de 50+, veldloop van afgelopen winter. 14e Dimi van de Hoog, 15e Siebe Philips, 17e Jeff de Vries, dan Jan Verhelst, de man van Heusel, doet het nog steeds, plus 55er. Dan Jan de Wijngaard, de man die won in Linde, pak hier de 19e plaats. Dan Matthias van Roosburg, wordt 20e. Jos Dertin, ook een naam, een man die al jaren meegaat. Jos Dertin, 21e. Jan de Raad. Een mooie tweede afgelopen zondag in Weesbal, op een korte afstand voor 22e. Ila Smiekens, 23, Dieter Verbis, 24, 25. Voor Dieter van der Velde, dan Frans Wender, 26e. Arthur van der Schoor, Sven van der Schoor, die we 27e. Dan zijn we bij Arthur Vaas, Jens van Sant, 31e. Brent Klerks, Hens de Ballenmarkine, dan Wim Ruijts wordt 37e. We zien daar ook Wout van Uffelen en dat brengt mij de kleinzoon van Ivo van Uffelen, de man die ooit een Wim Putteman en Gasta Roland sloot tegen het Stadspark in Leuven in een aangebedeelde spurt. Tweede kerstdag, en die zijn zo daarvan hier in de wedstrijd met een mooie uitslag. We zien daar ook Jos Leerings, dat net al aan de 59e plaats. Maxime Schuren, Kruimans, Nalkmaat enzovoort. En dat leden die nu aan het binnenlopen zijn, onder meer Bart van de Schoor op de hele zijn. Loopt nog op Riek tegen 14,45 kilometer per uur. Prestaties om u tegen te zeggen. De mannen Sterdijn zagen we daar. Christophe van de Kruis, Roger de Kop, Geert van Dingen, Peter de Rover, Eddy Gerdens, Griet van de Zanden, Veerle van Dam. Pakt de 36e plaats en wordt dame nummer 1. Na haar overwinningen in Dorf en Wijkmaal wint zij hier bij de dames op de 5 kilometer gemengde wedstrijd. Na haar aankomst in Central Park in New York, waar ze 3:31 neerzetten voor een goed doel overigens, liep die psychologe de marathon dus
van New York in Trump City. Een zeer zware marathon over vier New Yorkse bruggen. We zijn al aan nummer 110 in het Smart Bino. Tom van den Heuvel zien we daar, Bert Klaassen, Tom Somers, nummer 12. Dus mooie winnaar van deze 5 kilometer, de tweelingbroer van Wesley, de titelvoerende kampioen van Vlaams Brabant. Korte cross, wint hier de 5 kilometer van de Ramselse routeloop. Na zijn overwinning in de Aarschotse Stratenloop over 12 kilometer, kan dat tellen. Hij is ook kampioen van Vlaams Brabant, 1500 meter indoor. Mooie winnaar, bij de heren, bij de dames, Veerle van Damme. Veerle van Damme, de psychologe, aangesloten bij Europa. We vliegen ook terug op een mooie prestatie van Bart van den Bosch, die al een reeks overwinningen op zijn naam schreef dit seizoen, ook trouwens verleden seizoen. Heeft de tweede plaats en goed af voor Bjarne Verhaarden, de triathlonatleet die derde werd. De man uit Scherpenheuvel, tweede op de Plas Triathlon in Aarschot en tweede in Sunnef, onlangs nog na de buitenkampioen Aanblet. Vijfmaal pakt ze hier haar derde overwinning van het seizoen. Na meerdere derde plaatsen zijn ik wel een abonnement te hebben op die derde plaats. En vandaag vindt zij hier die 5 kilometer, de gemengde 5 kilometer van de Hassel, de Ramselse Routeloop.
José Willems. Na een verdienstelijke wedstrijd. Jort van den Auto, de secretaris van Beta. Dus noteer datum
staat in jullie agenda. Waterpolo, vrijdag 1 september. De Tinkio-wedstrijd, waarvoor we ons opmaken, werd vorig jaar gewonnen door Glenn Laurens uit Boorschot. Aangesloten bij Hulshout. Hij was de winnaar van de 10 kilometer 2016. Maar Hudson werd vorig jaar vierde, de man uit Laakdal. Dan Sebastien Mahia uit naam van het Aardsteam. Veren van Damme, die daarnet won in de gemengde 5 kilometer, werd vijfde. Kathleen Hertmans zesde en Rita de Vries eveneens van Roba zevende. Daarmee heeft hij al twee grote namen. We zien daar ook Christophe Stentings in zeer goede doen, de jongste week van Europa. En Laurens, de man die twee jaar na elkaar won. Danny van Balen in de groene shirt van Kamperluk. Komt goed, niet onderschatten. Lies van Kastrum van Europa, de dame uit Houtvenne. Ook van Kallenberg, aangesloten bij Lomberzeel. 2016 nam ze deel aan een Belgisch kampioenschap, 24 uur in Antwerpen. Ze werd eerste dame bij de Masters Plus 50 gouden medaille. Tweede plaats algemeen, dus een zilveren medaille. Ja, en binnen een weinige ogenblikken gaan wij hier over tot de huldigen van de laureaten bij de jeugd. Dus de laureaten bij de jeugd, de 200 meter tot de 1000 meter, de nummer 1, 2 en 3 van iedereen. Uit Holsbeek. Ja, nee, maar ik ben duur om te lief. De volgende dame is Nathalie Marcus. En hier hebben we dit Glenn Laurens in een schitterende stijl. Lisbeth van Nester gaat naar de volgende ronde in. Zijn wandelaars. Dat meten zijn 23 minuten en een 50 seconden onderweg. Tina Verbloesem uit Hessel. Ik denk het niet zo, hè? Ik heb een zus in Aarschot van Thomas. Ze werkt niet meer. Ja. Deels. Drie eigen. Tom Voet werd tweede in Blauwberg, tweede in Aarschot, tweede in Geel, derde in de meeste.